Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video voor mijn videokanaal. Dit keer niets over laser graveren, ook niet over 3D printen of CNC frezen of over het werken met epoxy. Dit keer weer iets over een van mijn andere hobby's. Dit keer gaat het weer over disc golf. De laatste tijd heb ik gemerkt dat op sommige vlakken discgolf lichamelijk toch wel wat met mijn lichaam doet, zeg maar. En dan niet altijd in positieve zin. Zo is het zo dat als je een tas hebt met veel disc, dan weegt zo'n tas toch al gauw 10 tot 15 kilo. En die pak je na elk shot op. En bij de volgende shot zet je hem weer neer, moet je hem weer oppakken, enzovoort, enzovoort. Al met al, zeker als je een wedstrijd speelt waarin je twee rondes op een dag speelt van 18 holes, moet je die disc vaak op, of die tas vaak oppassen, pakken en weer neerzetten. En dat is niet altijd even goed voor mijn schouders. En dat voel ik dus, hoe je het ook bent verkeerd. Komt nog eens bij dat ik een tijdje terug tijdens het sjouwen van wat tegels last van mijn elleboog heb gekregen, van mijn rechter elleboog. Dat is ook de elleboog waarmee ik gooi. Maar het grappige is dat ik er met tijdens het gooien niet zoveel last van heb, maar ik krijg er last van wanneer ik er druk op zet. En dat is dus bijvoorbeeld wanneer ik die tas oppak. Dus tegenwoordig moet ik die tas eigenlijk met links oppakken, dan over mijn rechter schouder gooien, want dat is eigenlijk mijn draagschouder. En als ik dat niet doe, dan heb ik alweer pijn in mijn elleboog. Nou, niet erg fijn allemaal. Nog een laatste ding wat erbij zit, is dat als je een wedstrijd gaat spelen, dan heb je dus, dat zei ik al, twee keer 18 holes meestal hier in Nederland. Er zit een pauze van ongeveer een uur tussen. En in die pauze, daar staat dan een partytent, die is van de organisatie, zo is dat meestal tenminste. En dat is ook prima, daar is niks mis mee. Maar dan moet je dus op de grond maar gaan zitten of iets wat beschikbaar is op gaan zitten, zeg maar, om een beetje redelijk te kunnen zitten en even iets te eten en te drinken. Als het slecht weer is, zit je daarbij soms op het natte grasveld en dat doe je dan weer niet, dus wat doe je dan? Dan blijf je maar staan. En je bent al moe van de eerste ronde, dus alles bij elkaar betekent dat ik wilde eigenlijk kunnen zitten ook. Ja, nou, de oplossing is heel simpel. Het is natuurlijk een discgolfkarretje. Die heb je van Zuka. En er zijn ook wel wat andere merken, niet zo heel veel, maar Zuka is wel de grootste. Alleen het nadeel van Zuka is, wat mij betreft, is dat het qua prijsstelling overrated is, zeg maar. Het is een beetje aan de dure kant en eigenlijk waarschijnlijk nergens voor. Ik denk dat als je de materialen, zeg maar, zou nemen en je zou daar zelf en je zou dat kunnen lassen en dergelijke iets voor kunnen maken, dan ben je denk ik voor, laat ik gokken, €75 klaar. Niks tegen Zuka. Ja, alleen, ik ben werkloos en ik heb dus niet de centen om dat te betalen. Wat gaan we doen? Ik heb vandaag een pakket binnengekregen en dat pakket ga ik je zo meteen laten zien en dat gaan we unboxen. Laten we daar eerst maar eens mee gaan beginnen. Ik ga je het pakket laten zien. Dit is het pakket. Het komt uit Estland. Dat zeg ik gelijk. Er is een Nederlandse firma die dit levert en ook niks ten nadele van deze firma, echt niet. Ik heb daar regelmatig dingen besteld. Alleen de prijsstelling waarmee die in Nederland geleverd werd, is ruim €100 duurder dan waarbij ik hem heb kunnen krijgen in Estland. Dat zal waarschijnlijk zijn omdat die in Estland, ik neem aan dat ze die uit het assortiment halen. Misschien komt er iets nieuws voor, misschien ook niet. Maar hij is ruim €100 goedkoper. Ander dingetje is dat die leverancier in Nederland op zijn website de accessoires niet heeft staan. Misschien kan hij ze bestellen, maar dat betekent allemaal weer vertraging. En de firma in Estland heeft ook alle accessoires. Dit is de box. Ik ga hem openmaken. En dan gaan we zien wat erin zit. En daarna gaan we wat meer in detail kijken naar het product, zeg maar even. Stanley mes erbij. En zoals ik het zo zie, is het een kwestie van hier aan de zijkant te openmaken. Als ik er tenminste makkelijk bij kan komen. Ja, dat gaat wel. Even kijken. Ja. Het is goed bijna uit, maar gelukkig niet helemaal. Dus geen zorg, geen schade aangericht. Dan zouden we helemaal niet meer kunnen discgolf spelen. Zo, open is die.
Nou, moet ik even de top eraf gaan halen en dat ga ik even off-camera doen, anders wordt het een beetje een bende. Ja. Dit is dan de doos. Ik ga een beetje twijfelen, want ik heb wel degelijk het goede besteld, dat weet ik absoluut zeker. Maar de doos zegt iets anders dan wat het in werkelijkheid zou zijn. Nou, is die doos zo te zien ook wel open geweest. Dus misschien wordt er een doos gebruikt van een ander. Laten we hem gaan openmaken, gaan we het zien. Het merk klopt wel, het merk is ClickGear. En dat is een merk wat eigenlijk voor golfkarretjes gebruikt wordt. En die hebben een model uitgebracht in samenwerking met de firma Rovich. En dat model dat is bedoeld voor discgolf. Nou, laten we het gaan openmaken en gaan we het zien. Als het namelijk niet goed is, moet het weer terug. Dus ik ga even openmaken. Zo. En gaan we kijken wat er allemaal in zit. Het begint met een aantal accessoires. Dus het apparaatje zelf, ik zei al, was ruim 100 euro goedkoper dan in Nederland. Maar we hebben er ook wat accessoires bij nodig. En om te beginnen, een extra bag. En die is ervoor om straks ook nog iets meer bagage mee te nemen. Zoals regenbroeken, regenjekken, dat soort zaken meer. Nou, daar komen we allemaal op terug. Die ga ik wegzetten. En dit is de goede overigens. In de doos, ik heb al gezien, de goede zit erin. En dat zal ik je even laten zien aan de hand van de merknaam. Ik weet niet, aan het stuk. Want ik denk dat die weer op zijn kop staat, zeg maar. Maar dat is, het is de Rovich RV1D discgolf. Dat is wat het is. Goed, we gaan even de volgende onderdelen erbij halen. Dit gedeelte hoort bij de zitting die meegeleverd wordt. Ik wil het plastic gelijk eraf halen, dat heeft geen zin. Dus die leg ik alvast aan de kant. Er wordt namelijk dat wordt niet standaard meegeleverd, die moet je erbij bestellen als accessoire. Een stoel, zeg maar. Ja. Dan hebben we hier de bedekking van de zitting, zodat je ook nog een beetje zacht kunt zitten. Dat is ook wel prettig natuurlijk, die heb ik erbij besteld. Waarom heb ik dat gedaan? Hij was, dat mag je rustig weten, €119,90, de discgolfkar zelf. Maar vanaf €200 had je gratis verzending. Sowieso wilde ik er wat dingen bij hebben, zoals die stoel bijvoorbeeld. Dus ik heb ervoor gezorgd dat ik door de extra's boven de €200 uitkwam. Alles bij elkaar, net onder de €250, zeg maar. Met wat ik u zo meteen ga laten zien. Dus dat is de dekking van het stoeltje. Krijgen we de Umbrella Angle Hole Adjuster. Er zit dan standaard een paraplu houder bij die je op de kar kunt maken. Alleen die heeft een gefixeerde positie en staat daardoor wat naar voren gekanteld. En dat kan lastig zijn. Deze kan je voor naar achter kantelen, naar links, naar rechts en dergelijke. En dat vond ik eigenlijk wel handig omdat je hier straks een paraplu in kunt gaan zetten. En dat is natuurlijk heel erg prettig. Want zo kan je droog blijven bij regen en zelfs in de zon in de schaduw lopen. Dan hebben we natuurlijk de paklijst. Ook wel handig. Dan krijgen we de zitting van de stoel. Even eruit halen. Zo. Ik ga je straks laten zien hoe je dat allemaal gebruikt en monteert. Doe straks. En dan krijgen we de kar zelf. En die gaan we er even uittillen. Helemaal opvouwbaar en relatief klein in de verpakking. Voilà. Hier neerzetten. Ik zal even de camera nog wat naar beneden kantelen. Maar dat ga ik even doen en dan zal je dat beter zien. Zo, ik kwam nog wat verdere kleine dingen in de doos tegen. En daar moeten we even mee oppassen. Dat zijn zeg maar wat handleidingjes. En een los zakje met schroefjes voor de stoel. Maar dat zakje dat was ook kapot, dus de moertjes lagen los in de doos. Dus pas goed op, mocht je zoiets bestellen, dat je ook kijkt dat alles erbij zit. Even het karretje zelf. Hoe werkt het dan? Hier aan de onderzijde zit eigenlijk een houder waarop de golftas komt te zitten. Maar daar hebben wij niks mee te maken, want zover komt onze tas niet. Maar hij dient gelijk ook als spatwater tegenhouden. Dat is een soort van spatlap, zeg maar. Daarachter zit een groene knop. Ik weet niet of je dat zien kunt, maar hier bij mijn vinger zit een groene knop. En als ik die indruk,
dan moet ik, dan moet ik al even met twee handjes doen natuurlijk, even op de kop leggen. Dan kan ik namelijk het voorste wiel naar voren halen. Dat heb ik nu gedaan. En daarmee staat hij eigenlijk al op zijn drie wielen. Hij heeft drie wielen dus. Dus eentje hier en twee aan allebei de kanten. Zo. Dan krijgen we het tweede gedeelte wat omhoog moet. Er staat eigenlijk uit drie knoppen. Voor mij zal dat ook even wennen zijn, want het is de eerste keer dat ik het gebruik natuurlijk. Maar dat moet op zich wel lukken. Ga ik even naar kijken. Ja. Hierachter, ook hier, zit een groene knop. Die drukken we in. En dan kunnen we het geheel uit elkaar trekken. Een poel doen denk ik hier. Ja. Voilà. En dan hebben we de kar staan. Rest nog het gedeelte om hem te kunnen duwen. Want dat is eigenlijk een duwkar, al kun je hem ook trekken, dat moet ik wel zeggen. En dat werkt dan als volgt. Dat is deze hier bewegen. Daarmee komt hij los. En kan je hem vastzetten. En voilà, de kar staat. Laten we hem even onder de loep nemen. Even eromheen lopen, dan zie je even hoe hij eruit ziet. De tas komt straks hier te zitten. Dat gaan we straks zien. Laten we even van boven beginnen. We hebben hier boven die dichte bovenkant zitten. Die kan je openmaken. Moet even kijken hoe dat werkt. Zo. Hier zit een cupholder in. In dit geval die kan gemonteerd worden. Ik mis hier nog wel de originele parapluhouder. Maar het kan zijn dat die ergens anders nog is. Daar kom ik zo wel even op terug. Hier kun je dus wat dingen in doen. Het is van plastic. Er zit ook een gaatje in dat water eventueel weg gaat lopen. Ja, dat is net hoe je dat wilt. De drie kleine gaten hier zijn eigenlijk voor een echte golfkar. Dat is voor de tees. En die gebruiken we dus niet. Verder zit er daar op die kar, ik zal deze even aan de kant leggen, op die kar zit elastiek om een eventuele scorekaart onder te doen en ook een houder voor een pen om hieronder te doen. Bij ons wordt het natuurlijk overwegend digitaal gebruikt. Dan zit hier de houder waarop die paraplu houder opgeschroefd gaat worden. Eventueel kan hier ook een soort swivel mount op, zodat je hem met een soort van, ja, dat is een soort van ei waarmee je hem kan besturen, zeg maar. Overigens, het voorste wiel is niet draaibaar. Dus dat, je moet hem een stukje opbeuren en dan rijden. Zo komt het wel voor elkaar. Aan de linkerkant zien we hier de handrem. Hij staat nu los. Druk ik hem naar beneden, staat hij op de rem. Op het rechter achterwiel, zodat je hem ook op een heuveltje of iets licht glooiend terrein kunt zetten. Los trekken en hij is van de rem af. Mocht deze houder jou te hoog af zijn, kan je deze en dan kan je hem omhoog en omlaag bewegen. Zoals je ziet, ja, met één hand is dat wat lastig. Maar zo kan je hem omhoog en omlaag bewegen. En dus als dit jouw hoogte is, is dat natuurlijk ook prima. Kan je hem gewoon op vastzetten, dan staat hij op die hoogte. Oké. De rechterkant de wielen, die remkabel zie je lopen. Dan hebben we hier het mechanisme om de tast te plaatsen. En daarvoor gaan we de klemmen openhalen. En dan zullen we straks zien dat je hier dan wel het handvat overheen kunt doen. Dan wel de achterkant van je riemen van je rugzak. En dan vastzetten doe je weer door deze naar beneden te drukken. Zo, hoppakee. Nou, dat is net wat je wil. Dan moet je kijken, en sowieso moeten we even kijken naar hoe die nou het beste gemonteerd wordt. Ik doe ze even dicht weer, dat is het makkelijkste. Voor het opbergen gaan ze dus dicht. En kan je deze gewoon weer dichtmaken. Oké. Aan de zijkant hier zit een knop, dat is niet echt een knop, maar dat is om die cupholder in te monteren, zeg maar. Daar kan je die cupholder op zetten en dan kan je hier een flesje in doen. En dan, heb je daar je drinken zitten. Aan de andere kant zien we hier
de houder in principe voor die... En die zit hieronder. Even kijken, daar zo. Hier. Voor die parapluhouder. Daar zal dus waarschijnlijk wel de andere parapluhouder in gaan komen. Daar moeten we even naar kijken hoe dat precies zit. Dan zit hier een klittenband. En die zit hier ook. En hier kan je dus een paraplu in zetten. Ja, zodat je ook altijd een paraplu bij je hebt. Dan bestaat er de mogelijkheid. We hebben net aan deze kant die knop gezien voor die... Voor die bekerhouder. Nou, die is aan de andere kant ook aanwezig. Zit hier. Plus dat je die dingen ook nog los kunt krijgen. Zodat je er nog wat meer kunt plaatsen op diverse plekken. Zodat je meer accessoires kunt plaatsen. Dan zullen we straks zien het zitje. Dat gaat hier op dit wiel. Dat gaat hier komen. Daarvoor moeten we de zaak even een beetje uit elkaar halen. En weer in elkaar bouwen. Want daar moet uiteindelijk die houder komen voor dat stoeltje. Even kijken, wat hebben we nog meer? We hebben hier een haak zitten die ook gebruikt kan worden bij dat vastzetten van je tas. En dat geldt ook voor deze haken, waarmee je tas uiteindelijk vastgezet wordt. Dat moet allemaal afgericht worden natuurlijk. De tie-rap is nergens goed voor. En het wieltje aan de onderzijde. Nou, dat is even zoals het er zo uitziet. Zo, alles zit er nu op gemonteerd. Ik heb je dat niet laten zien hoe. Misschien dat ik dat in een latere fase nog doe. Mocht je ooit zo'n ding aanschaffen, mag je mij daar wel om vragen hoe dat werkt. Een stoeltje waar je op kunt gaan zitten zonder enig probleem. Ja, je moet niet hier zitten wippen, maar ik denk dat dat op geen enkel stoeltje is. Zeker niet als het op een karretje zit. Je gebruikt je eigen tas met als grote voordeel. Dat als je een keer op een baan wilt gaan spelen waar je met het karretje niet zo goed uit de voeten kunt. Nou, dan gebruik je toch gewoon je tas. Helemaal geen probleem. Je kunt ook alle vakken in je tas weer gebruiken. Helemaal geen thema. Is allemaal te gebruiken. Je kunt ervoor kiezen om hem rond de rugbanden te plaatsen. Maar je kan ook kiezen om het handvat te gebruiken. En dat is eigenlijk wat stabieler, zeg maar. Op de achterzijde zit er een meshbag. Die zal ik vooral gebruiken als ik wedstrijden en zo heb, dat ik wat eten en drinken mee kan nemen. En bijvoorbeeld een regenjack mee kan nemen, want ja, dat vond ik altijd het lastige. Je wilt te veel meenemen en dus past het allemaal niet. De stoel is ook zodanig gemonteerd dat die niet op het frame rust. Maar er zit een klikmechanisme in, waardoor die zeg maar op de poot van de stoel zelf rust. Dus het frame komt niet onder druk te staan. Handrem erop, had ik al gezegd, denk ik. Ja, parapluhouder met de mogelijkheid om een paraplu te plaatsen, moeilijk woord. Dit is nog niet de paraplu die er werkelijk in komt, maar die kan ook nog eens gezekerd worden met rubber, zodat hij niet weg kan waaien. Nou, alles bij elkaar. Een prima karretje van de firma Rovich. Een klikgear, de Rovich RV1D, specifiek voor discgolf. Of beter gezegd, het is eigenlijk een golfkarretje. Wat omgevormd is tot een discgolfkarretje. Alles bij elkaar, dit geheel zoals het hier staat. Natuurlijk zonder de disc en zonder de tas en zonder de paraplu. Zonder de retriever. Maar kost, zeggen en schrijven, 2.500 euro in Estland. Niet in Nederland, maar in Estland. Ik zal het adres onderaan de video plaatsen. Dan kun je kijken of je het wat vindt. Daar.